Mijn gast vandaag is Koos van Dam, oud-ambassadeur in Irak, Egypte, Turkije, Duitsland, Indonesië en Azerbeidzjan geweest. En hij is ook speciaal Syrië-gezant namens Nederland geweest. Ik schat zo in dat Uri Rosenthal er echt heel anders over denkt dan u als het gaat over de situatie in Israël. Hij denkt er volledig anders over. Hij heeft het bijvoorbeeld niet over de bezette gebieden, maar over de omstreden gebieden. Hè? Dus de Westbank en Gaza, omstreden. Maar als dat omstreden is, ja, dan is Israël zelf ook omstreden. Dus je ziet steeds Israël weer iets erbij en dan moeten anderen daaraan wennen. En omstreden betekent dus dat je het eigenlijk ook nog wel kunt annexeren. Dat zijn van die ideeën. Ja. En hij is erg pro-Israël. En als u toch zich zou verplaatsen in de situatie Israël, is er dan ergens toch ook begrip wat u kunt opbrengen voor de stappen die ze uitvoeren? Of zegt u, ik keur gewoon eigenlijk alles af wat daar gebeurt? Ik heb voor oorlogsmisdaden geen begrip. En wil Israël ooit vrede bereiken, dan zullen ze een compromis moeten sluiten. Ze hebben eigenlijk al heel Palestina onder controle. En de Palestijnen die oorspronkelijk aan het begin van de 19e eeuw, 20e eeuw, hadden ze 95%. En nu hebben ze 22% onder bezetting. En dat wordt, daar is dus ook alweer allerlei geannexeerd. Israël moet dus een hele duidelijke afweging maken tussen veiligheid en vrede. Als het dus alleen maar om veiligheid gaat, dan zullen ze nooit vrede krijgen. En De koptelefoon, die is er. Nou, zet u dus lekker af. Dat is dus de afweging die ze moeten maken. Willen we veiligheid, maar houden we verder alleen maar vijanden in de regio? Of willen we vrede? Nou, dat gaat dus, als jij dus vrede sluit, dan gaat degene die met wie je vrede sluit, zoals Egypte bijvoorbeeld of Jordanië, die valt je niet meer aan. Dan is die angel weg. Dus dat moet. Maar ze willen dus, ze zijn behept van de veiligheid, met de veiligheid. Mm-hmm. En dat begrijp ik, omdat ik geloof dat ik een. Maar denkt u nou dat Hamas wel vrede wil sluiten? Want die ik hebben toch ook niet zo hoopvol over. Een tijd geleden hebben ze dus aangegeven dat ze Israël binnen de grenzen van 67 erkennen. Maar het gaat natuurlijk niet alleen maar om de verklaringen. Kijk, als je naar Israël kijkt, het regeringsbeleid is from the river to the sea. Het Likud-programma, en dus ook van deze regering, is Israël heeft recht op het geheel Palestina, wat ze dan niet Palestina noemen, Eretz Israël. Mm-hmm. Dus je kunt ook zeggen, wil Israël. Maar deze teksten zijn ook aan de andere kant luid te horen geweest. Ja, maar natuurlijk. Die hebben daar een andere betekening. Dat is een democratisch de staat van de rivier tot aan de zee, waar iedereen gelijke rechten heeft. Nu hebben de Palestijnen in Israël van voor 67 al geen gelijke rechten. En de mensen in de bezette gebieden al helemaal niet. Dus dit is officieel waar dus de mensen die aan de Palestijnse kant daar begrip voor hebben, wat wordt bekritiseerd, dat is niet alleen Israëlisch beleid, maar ze hebben dat beleid ook uitgevoerd. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvragen. En vorige week was er een andere Big Five, namelijk over de streamingdiensten, gepresenteerd door mijn collega Art Rooijakkers. En hij sprak met Marco de Ruiter, country manager Benelux bij de Walt Disney Company. En die had deze vraag voor u. Luister maar. Ik vond dat wel een lastige. Dus met alle respect ook voor de situatie daar, wil ik de vraag persoonlijk houden. Ik heb zelf ook langere tijd in het buitenland gewoond. Nou ken ik Koos van Dam niet persoonlijk. Dus ik hoop even dat hij een familie heeft, want anders gaat de vraag niet op. Maar ik vroeg mij af hoe je als ambassadeur in de landen waar hij ambassadeur geweest is, in Syrië, Irak, hoe je daar toch een zo normaal mogelijk familieleven en gezinsleven voor je gezin kan voeren of opbouwen. En hoe die dat doet en wat voor tips hij aan jonge diplomaten heeft op dat gebied. Nou, dat is heel moeilijk. Maar een eerste tip die ik heb, als je naar een land gaat, doe alsof je de hele leven daar blijft. En leer de taal. Want dan is het veel leuker, interessanter. Je bent meer onderdeel van die maatschappij. Maar voor je familie, ja, dat hangt er heel erg van wat voor post je zit. Zit je in een land met oorlog, dan is het voor de familie heel moeilijk. Het hangt ook vanaf, zijn er wel of geen scholen? Dus de hardship, kijk, degene die dus de kostwinner is, die doet gewoon zijn werk. Die wordt ook niet zo afgeleid door al die natuurlijk door oorlog. In Libanon werd bijvoorbeeld mijn huis doorzeefd met Israëlische granaten. Maar en in Irak had ik me vooral met die dat is nogal wat. U zegt het zo even in een zinnetje zo tussendoor. Dus, ik heb nog boeken met gaten erin van die granaten. Maar, en ik las overigens dat u in die tijd niet heel veel steun kreeg hier vanuit Nederland. Nee, totaal niet. Nee, ik had een gat
zat in mijn auto, een dienstauto, was geschoten. En de reactie daarop was, was die auto een tijd toen we hem gebruikten voor dienst of privé? En het was niet van, of fijn dat je het hebt overleefd. En dit was het ministerie van Buitenlandse Zaken? Van Buitenlandse Zaken, ja. Dus dat inlevingsvermogen is heel gering. Maar nog even, voor de familie kan het dus heel moeilijk zijn. En, want die moeten daar ook leven. Die moeten die hardship, als het veiligheidshardship of een dictatuur. Dus ja, dat hangt er vanaf. De familie moet heel veel opgeven. En er zijn natuurlijk ook landen waar het heel gemakkelijk was. Bijvoorbeeld Duitsland is heel gemakkelijk. Indonesië is ook weer heel apart vanwege. Voor mij was het heel leuk, maar niet voor iedereen. Dus dat, maar vooral mijn advies is, leer die taal en doe alsof je er eeuwig blijft. Want dan ben je, ga niet denken van, ik ga over 3 jaar weer terug of zo. Het heeft geen zin om die taal te leren. Doe er wat aan. Het zorgt trouwens goed ook voor de hersenen, schijnt het. Ja. Nou, mooi advies voor iedereen die zo'n stap maakt om dat mee te nemen. Dit was de kettingvraag gesteld aan u, maar die gaat natuurlijk door. En morgen heb ik weer een mooie gast, namelijk Maaike Warnaars. Hij is Iran-deskundige en universitair docent aan de Universiteit Leiden. Wat zou u haar willen vragen? Ik zou willen vragen, hoe bereik je dat? Kijk, Iran ligt heel slecht. Heel slecht, want we kijken alleen maar naar het regime, maar niet naar de bevolking. Ja, af en toe natuurlijk wel naar mensen die worden geëxecuteerd en dat soort vreselijke dingen. Maar het beeld van Iran is vreselijk. En onder de Shah was het ook een dictatuur. Maar Iran, de cultuur van de Perzen, Iraniërs, is een hele rijke cultuur. Hoe kun je nu bewerkstelligen dat het is een moeilijk antwoord natuurlijk, maar hoe kun je bewerkstelligen dat de bevolking Iran niet alleen maar ziet door hun regimes, maar door hun rijkdom als achtergrond. En als je dat doet, naar mijn idee, zou het Westen ook er anders naar kijken. Kijk, bijvoorbeeld als ik kijk naar Rusland, als je dan zegt, ja, die Poetin is vreselijk, ik lees geen Russische literatuur, dat is natuurlijk heel waanzinnig. Maar dat is mijn vraag. Hoe kun je bewerkstelligen dat het rijke verleden van het Iran meer wordt betrokken bij de blik op Iran? Mooie vraag. En als we het breder trekken naar het Midden-Oosten, zouden we dat in zijn geheel eigenlijk moeten doen. Omdat ik refereer toch ook even aan het begin van het gesprek, waarbij u zei, wij hebben altijd een soort blik op deze regio en we doen bepaalde dingen die eigenlijk averechts werken. Bijvoorbeeld militair ingrijpen. Het werkt averechts uiteindelijk. Kijk maar naar Assad. Hij komt weer terug op het wereldtoneel. En uiteindelijk loopt zo'n regio alleen maar in ellende verder terug. Dus je helpt het ook niet. Is dit uw boodschap voor de hele regio? Ga niet interveneren militair als een regime niet bedreigt. Dus bijvoorbeeld de Amerikanen hebben is president Saddam Hussein ten val gebracht. Onder valse voorwenselen overigens. En dat heeft bewerkstelligd dat Iran, waar zij zo tegen waren, heeft zijn macht enorm kunnen uitbreiden. Ze legden de rode loper uit voor Iran. Iran heeft nu veel meer macht in Irak, veel meer macht in Syrië, nog meer in Libanon, in Jemen en dergelijke. In Afghanistan bijvoorbeeld, toen dat na 9-11, het is volledig begrijpelijk dat de Amerikanen daar aanvallen pleegden. Maar ze hadden dus de kans om met de Taliban te onderhandelen. Mm-hmm. Hebben ze geweigerd. Maar Rumsfeld die zei, we moeten ze helemaal verslaan. Nou, je weet, iedereen die geschiedenis van Afghanistan een beetje kent, weet dat alle landen daar zijn stuk gelopen, omdat het is een bergachtig gebied en dergelijke. Nou, ze hebben 20 jaar oorlog gevoerd en ze zijn terug nog verder dan daar af. Hetzelfde geldt in Syrië. Al die landen die hebben ingegrepen, die zijn nu nog verder van huis. Ja. Turkije is nog verder van huis, want die krijgt al die vluchtelingen en dergelijke. Dus, terwijl wij ook wereldvrede willen en ook iets met mensenrechten willen. Hè? Dus dan is het natuurlijk wel een moeilijk dilemma om dan niets te doen. Nou, je kunt beter niks doen dan het verkeerde. Maar dat is dus in democratie heel, heel moeilijk, omdat politici moeten op dat moment laten zien dat ze willen ingrijpen, dat ze iets willen doen. Maar die betrekken daar dus niet bij de lange termijnvisie. Wat is je berekening, wat is je analyse? En er wordt geen analyse gemaakt, want je kunt wel zeggen, ik wil dat en dat bereiken, maar als je dat zegt, moet je ook de weg daarheen nader definiëren. En dan kun je bepalen of je dus de juiste weg volgt.
Ja, en uiteindelijk is het dus toch gewoon politiek bedrijven waardoor bepaalde dingen worden gebruikt. En dat is moeilijk om te doorbreken. Het goede doen en politiek bedrijven zijn toch twee andere dingen. Totaal. En je moet dus het goede doelen bereiken, combineren met realpolitiek. Als je dus geen realpolitiek, geen realisme betrekt in je politiek, in je beleid, in je stappen, dan ben je uiteindelijk nog verder van huis. Dus dat betekent dus dat je zogenaamde ethische opstelling eigenlijk een onethisch effect heeft, als je dus gaat kijken naar wat je hebt bereikt. Ik wil u heel hartelijk danken dat u vandaag te gast wilde zijn. Koos van Dam, oud-ambassadeur en oud-speciaal Syrië-gezant namens Nederland. Graag gedaan. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.